nou is zijn dochter erachteraan gegaan. Op de leeftijd van 30 jaar. Ook overleden aan kanker. Hey, Skate. Lekker dik van het vrouwtje. Ja, het is nog goedemorgen, net op de valreep. Ik ben er al enige tijd eruit, want ook heb ik aan de binnenkant van mijn poort ook nog een plank. Ik ben al met Rijken uit geweest, ik heb al andere dingen gedaan. Ik zet zelfs de pc al aan, dat ik nooit heb, zo vroeg. Maar ja, er is weer van alles gebeurd. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het begint niet leuk, nee, want ik heb weer slecht nieuws. Want zo is mijn poes een beetje overleden en zo is er iemand anders overleden. En wel gisteren. Ze was mijn peterkind. Ik heb haar gedragen de kerk in, als baby zijnde, met haar doop. Ze is een van de tweeling. Haar zusje had een ander vast. Mijn ex-man, Karin haar vader, Henk van der Werf, die is met die vrouw getrouwd. Dat was eerst de vrouw van een pleegbroer van mij. Tussen aanhalingstekens hoor. Was geen echte pleegbroer, maar daar had mijn moeder er destijds van gemaakt uit Gein. En dat hebben we erin gehouden, vond ik leuk. Moet kunnen. Mijn pleegbroer die zag op 58-jarige leeftijd overleden, al een paar jaar terug in 2012. En nou is zijn dochter erachteraan gegaan. Op de leeftijd van 30 jaar. Ook overleden aan kanker, gistermiddag. Dus ik wil bij deze de hele familie, het hele gezin, ook de uitwonende kinderen natuurlijk, condoleren. Met dit hele, hele grote verlies. Hun zusje moeten missen, hun dochter moeten missen, hun stiefdochter moeten missen, hun stiefzusje moeten missen, hun mama, want ze was mama, twee kleine kindjes geloof ik dat ze had, in ieder geval eentje zusje, want die heb ik ook nog gezien. Ja, geen woorden voor, wel tranen, doet me ontzettend veel pijn, heel veel verdriet. Ja, ik kan gewoon met mijn pet er niet bij. Ik wist dat het meisje ziek was. Ik wist dat ze kanker had. En ja, je probeert toch steeds weer hoop te denken van, ik hoor nog niks, dus het zal wel goed gaan dan, ja? Want als je niks hoort, gaat goed, zeggen ze altijd. Nou ja, dat ging de laatste tijd dus al niet meer goed. Maar in ieder geval, lieve mensen daar, gecondoleerd met dit hele grote verlies. Ik wens jullie heel veel sterkte en kracht in deze donkere tijd toe. Ja, ik vind het erg. Maar ja, we gaan verder. Ik moet ook verder. Ik heb vandaag nog dingen te doen. Ik moet nog weg. Maar dan moet ik eerst wat gedaan hebben. Want dat is niet leuk. Nee, ik zelf heb last van blaasontsteking, althans, dat doet mij wat zeer met plassen. Nou ja, dan moet je in een potje opvangen. En dan zat ik al te zoeken naar een potje. Maar ik kan nergens geen potje vinden, dus ja, dan moet ik gewoon vanmiddag daar naartoe en dan moet ik het daar al even doen, anders weet ik het ook niet. Ik heb geen potje. Niet een potje waar ik dat in kan doen, nee. Dan zul je wel weer zo'n klein openingje krijgen. En dan moet je nog richten ook. Dat nog. Ik kan ook zeggen, ik ga naar de apotheek en ik haal daar een paar van die dingen op. En ik doe het eerst in een grotere bak. En dan overgieten. Ja toch? Kan ook nog. Maar ja, we zullen het beleven. In ieder geval, ja, ik kon nou niet zo ver lopen ook, want ik moest alweer naar de wc. Dus ja, het is omlaag, maar ik moet naar de wc. Ook niet leuk. Nee, je kan niet lekker wat lopen met Rijken. Het is een klein blokje, niet normaal, dan altijd deed, maar even verder lopen. Dat ging nou niet worden.
Maar ja, we zullen het beleven. Rijker die is uit geweest, heeft alles gedaan. Ik heb gewoon een normale blokje met haar kunnen lopen. En ze ligt nou lekker op de bank. Hé? Ja nou? Heel lief. Jij. Oh, oogjes af en toe dicht. Oh, ben je zo moe. Oh, hopie dopie. Ja, ze is zo lief. Nou, en Kandam die zit natuurlijk uiteraard in de hal te eten. Of hij is al in de boven. Hé, hey. Ja nou. Ben jij lief? Ben jij lief? Jij. Je oortje staat niet goed. Zo, nou wel. Nee, meneer van Zerelo, die heeft er een plank er tegen aangedaan. Nou ja, ook weer goed. Ja, toch ook weer goed. Dus het is weer in ieder geval dicht, dat gat. Ja. Nou moet ik eigenlijk zien gaan sparen voor een andere deur. Maar ja, dat zal er wel niet worden, want er is zoveel wat ik wil. Ik wou eigenlijk andere jaar maart wou ik uit eten. Nou, dat gaat het hem ook niet worden. Want dan ben ik 12,5 jaar getrouwd, maar gaat het niet worden. Ik denk dat ik er een verjaardagsfeestje van moet maken. Gewoon uit eten met een aantal, maar dat wordt het hem denk ik niet. Ik ben bang voor niet, want dat kost natuurlijk ook weer een hoop geld. Ja, en dat moet je wel hebben. Dan moet ik dat weer van mijn vakantiegeld doen, weet je. En dan, ja, maar dat vind ik ook weer... ja, of ze moeten het voorschieten dat ik het dan met mijn vakantiegeld betaal. Dat kan ook nog. Maar ja, komt wel goed gedaan. Zover is het ook nog niet. Het is nog geen maart. Hé, nee, hè. Wat is er, kind? Oh, wat ben je mooi. Wat is er dan? Wat is er dan? Hé. Hey. Wat is er dan? Kom dan. Nee? Wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er dan? Dat zijn mijn laarsjes. Wat is er dan? Hé? Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, het is prachtig mooi weer. Geniet daar in ieder geval wel van. Ja, wat ze ook allemaal zeggen, geniet daarvan. En we spreken elkaar gewoon later. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Hey, Skate. Lekker ding van het vrouwtje. Gaan we naar bedje toe? Ja, hé. We gaan lekker naar bedje toe, hè? Ja. Wat jou, hè? Ja, na een zware, lange, verdrietige dag toch maar weer. Hè, een beetje vrolijk doorgegaan. Want leven gaat toch door, hè? Ja. Dan gaan we lekker naar bed, want vrouwtje moet morgenochtend weg. Ja, we moeten weer ergens naartoe waar ik niet naartoe wil. Nee, dat wil ik niet. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh, krijg ik allemaal weer kusjes. Oh. Oh, een boefke. Je bent een dikke boef. Nou, ga eens mooi zitten. Ga eens mooi zitten. Nee, zit. Blijf. Nee. Blijf. Goed zo. Blijf. Krijg je zo meteen eens... Nee. Terug. Blijf. Blijf. Goed zo. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, ja. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.